Kai Sierhuis, allereerst gefeliciteerd met de overwinning en je eerste doelpunt voor FC Groningen. Ja, dankjewel. Was dit een met de hak over de sloot? Nou, gezien de tweede helft kun je dat wel zeggen, ja. Ik denk dat we de tweede helft niet het spel hebben vertoond dat wij kunnen vertonen. Dat we flink naar achter zijn gedrukt door Willem II. En uiteindelijk is het dan een kwestie van karakter tonen en het over de streep trekken. En dat hebben we wel uitmuntend gedaan. Dus ik ben wel erg trots op de ploeg hoe we de overwinning binnen hebben gesleept. Maar gezien de tweede helft is wel hak over de sloot, ja. Het was ook een lesje effectiviteit, hè? Ja, maar ik denk wel dat wij de eerste helft wel meer creëerden. Wat meer dreiging hadden voorin. Een paar keer dat de bal net niet goed valt. Dat wanneer die misschien wel goed valt, je een grote kans hebt. Daarnaast creëren we twee goede scoringskansen die we maken inderdaad. En Willem II heeft inderdaad de tweede helft wel wat kansen gehad. Voornamelijk ballen die op de 16 vielen en vanuit daar op goal geschoten konden worden. En die vallen er niet in. En ik denk dat ik weer een groot compliment moet geven aan Sergio. Die een paar fantastische ballen pakt en ons daarmee ook in leven houdt. Ja, het was in de tweede helft was het op een gegeven moment, zeker de laatste 20 minuten, gewoon een schiettent. Schiettent wil ik het ook niet noemen. Maar we worden natuurlijk helemaal naar achter gedrukt omdat Willem II per se een punt wil. Ik denk dat wij daarin ook misschien af en toe niet de juiste keuzes maakten en ons te ver naar achter lieten drukken. Voor ons was het makkelijker geweest als we wat verder van de goal af konden verdedigen, maar dat lukte helaas niet. En tuurlijk, dan gaan zij kansjes krijgen, maar ik denk ook niet dat ze echt top 1-op-1 kansen bijvoorbeeld hebben gehad om te scoren. Voornamelijk afstandsschoten, rebounds en als je dan een goede keeper op het hok hebt staan, dan is het moeilijk scoren voor de tegenpartij. Jouw eerste doelpunt voor de club, wil je hem even beschrijven? Ja, ik kan hem natuurlijk goed herinneren. Het was een Willem II had de bal aan de linkerkant van het veld, dus voor onze rechterkant. En Thomas die verdedigt daar goed, schiet eigenlijk de bal blind weg, maar hij trapt niet helemaal door, waardoor die bal precies in mijn loop valt. Ik anticipeer daar goed op, denk ik. En vervolgens schiet ik hem in de lange hoek. Ik dacht in eerste instantie dat ik buiten spel stond. Dus toen de goal werd goedgekeurd, was er natuurlijk veel ontlading en uitbundig gevoel. En dan ging hij nog even naar de VAR kijken. Dus daar was ik wel eventjes bang dat hij alsnog eruit zou worden gehaald. Maar kennelijk stapte ik op de juiste momenten terug en vooruit. Dus erg blij mee. Even billen knijpen. Ja, natuurlijk. Je maakt je eerste goal, dan wil je niet dat die wordt afgekeurd. Nee, snap ik. Je stond vorige week zat je op de bank. Nu stond je weer in de basis. Hoe komt het dat je vorige week op de bank zat? Nou, ik denk dat het voornamelijk met de tegenstander te maken had. PSV is gewoon een hele goede ploeg. Een topclub in de Eredivisie. En daarin wilde de trainer wat meer verdedigende spelers op het veld neerzetten. In plaats van wat meer aanvallende. En helaas werd ik dan geslachtofferd daarvoor. Dat zijn wel tactische keuzes die gewoon keurig werden uitgelegd. En daar moet je dan bij neerleggen. En de momenten die je krijgt nog in het veld, die wedstrijd, moet je er maximaal benutten. Bij Willem II staat de spits Isaac in het veld. Die wordt door velen de nieuwe Zlatan genoemd. Wat zou jij nou een mooie spits vinden om mee vergeleken te worden? Je hoeft mij niet te vergelijken met iemand. Ik ben gewoon Kai Sierhuis en ik voetbal bij Groningen. Maar ik denk dat het ook een hele andere lading geeft als jij met Zlatan Ibrahimovic wordt vergeleken. Sorry. Daar komt ook een bepaalde druk bij. Dus noem mij maar lekker Sierhuis en ik scoor gewoon mijn goals voor Groningen. Hoeveel doelpunten gaat Kai Sierhuis nog prikken? Ja, goede vraag. Nee, ja. Nee, ik ga gewoon elke wedstrijd maximaal mijn best doen. En daarin zien we wel hoe ver we komen. Super, dankjewel. Mike de Wierik, hoeveel doelpunten gaat hij nog maken? Ik heb net hem nooit geen getal noemen, dus dan moet ik dat ook niet doen. Nee, dat hou ik even tussen ons. En aan het einde van zo'n zakje zeggen. Ik zeg 10. Nou, dat vind ik een mooi. Dankjewel. Hey, dankjewel.